Nou, we zijn hier in de raadzaal die, zoals jullie zien, helemaal verbouwd gaat worden. De laatste raadsvergadering was op 4 juli. En 8 juli zijn ze hier begonnen met het tapijt trekken. En het moet eigenlijk klaar zijn vlak voor de eerstvolgende vergadering van de raad. 15 september hebben wij een grote opening. Dan willen we deze raadzaal voor alle inwoners gaan openen. Het is een open dag hier in het gemeentehuis. Het is ook Open Monumentendag en de Dag voor de Democratie. Nou, een mooi moment kun je eigenlijk niet hebben om zo'n prachtig nieuwe raadzaal hier te kunnen openen. We hadden hier een ovale tafel staan. Die is helemaal nu in schootjes en wordt afgevoerd. En er komt een nieuwe tafel voor terug. Wat daar nieuw aan is, is dat wij wat meer proberen te gaan werken met interruptieplekken. Dat kennen jullie misschien ook wel vanuit de Tweede Kamer. En op die manier het debat wat levender proberen te maken. En een tweede wat we heel erg graag ook willen proberen, is dat het publiek het makkelijker toegankelijker is om te volgen. Wat doen we eigenlijk precies in die raadsvergadering? Bij welk agendapunt zijn we? Wie spreekt er? Ja. En die meta-informatie, zoals dat heet, dat kunnen we nu veel beter faciliteren. Dus dat waren allemaal aanleidingen. En als je dan toch bezig bent, want de raadzaal moet daarvoor verbouwd worden, kabels moeten verlegd worden. Toen hebben we ook gekeken naar het meubilair. Het meubilair, zeker de stoelen van de raadsleden en ook de publiekstribune, waren nou niet best de beste zitplekken om te gaan zitten vergaderen voor de komende 3 uur. Dus daar hebben we ook naar gekeken van, kunnen we dat niet vervangen? Een van de belangrijke punten die wij bij de aanbesteding hebben gedaan voor deze raadzaal, voor met name de meubilair, is circulariteit. Dus wat wij bijvoorbeeld doen is, de tafel wordt niet hergebruikt, maar elementen van de tafel worden weer teruggeplaatst. We hadden een hele mooie klassieke stoelen op de publiekstribune. Dat bleken uiteindelijk speciale Italiaanse stoelen zijn uit de jaren 50, bij mijn weten. En die zijn heel speciaal, dus die gaan we restaureren. Maar ook het nieuwe meubilair is niet echt helemaal nieuw. Dat is eigenlijk meubilair dat eerder gebruikt is, refurbished is, of opnieuw gemaakt is eigenlijk, nieuw gestoffeerd. En op die manier proberen we vorm te gaan geven aan de circulariteit. De grootste verbouwing is eigenlijk in de raadzaal natuurlijk vanwege de grote tafel en de AV-apparatuur. Dus dat is de focuspunt in eerste instantie geweest. Maar we hebben geopteerd om ook de andere zalen mee te nemen. Dus bij binnenkomst de burgerzaal. Als je het stadhuis zo mooi inkomt, kom je in de burgerzaal. Die krijgt een hele mooie opfrisbeurt. En die proberen we echt weer in de traditionele kleuren van Dudok een beetje terug te brengen. Met wel als toegevoegde waarde, niet helemaal van Dudok, maar wel heel mooi, 2 iconische bomen die erin komen te staan. En zo geldt ook voor de andere zalen, waaronder ook de trouwzaal. Dus mensen die deze zomer hadden willen trouwen, die konden helaas niet terecht in het gemeentehuis. Maar als er straks weer mensen willen gaan trouwen, dan hebben wij een prachtig nieuwe trouwzaal. En elke zaal heeft zijn eigen iconische elementen erin zitten. En tegelijkertijd zijn zeker de vergaderzalen voor de raad zijn allemaal broertjes en zusjes van elkaar. Dus de tafel die hier staat, de vorm, het is een Deense ovaal, die zie je ook terug in de Schonebergzaal en de Rooswijkzaal. Hoewel die andere kleurpalet hebben en een ander thema, is dat element steeds weer continu. In de raadzaal hebben we nu plek voor 33 raadsleden. En we hebben nog plek voor 3 gasten, dat kunnen de wethouders zijn, maar ook natuurlijk inwoners die komen inspreken. Maar de gemeente Velsen wordt een stukje groter. Wij gaan van nu 69.000 inwoners over de 70 binnenkort. En dat is een grens in de gemeentewet waarop de raad ook vergroot wordt. We hebben dus nu 33 en we gaan naar 35 zetels. En daar willen we op anticiperen. Dus wij zorgen alvast dat er 35 plekken beschikbaar zijn voor als er de komende verkiezingen ook daadwerkelijk voor 35 raadzetels gekozen mag worden. Daar gaan we wel van uit. En ook voor de verdere toekomst zijn we voorbereid met wat extra plekken, zodat er ook veel meer mogelijkheden zijn om te variëren in opstelling in de vergaderzaal. Van harte welkom om langs te komen op zondag. Om 11 uur starten we met de opening, maar de hele dag door zullen hier rondleidingen plaatsvinden met uitleg van Pieter Rinks. Dat is een bekende Dudok-expert die alles zal vertellen hoe het hier oorspronkelijk bedoeld was. En dan zullen wij een toelichting ook geven wat de idee van de huidige vormgeving of de nieuwe vormgeving eigenlijk is. En welke gedachten daarachter zitten.